Chromebooks worden steeds populairder. Wil je weten of een Chromebook bij jou past? Of heb je vragen die beantwoord moeten worden? Blijf dan kijken, want ik ga je helpen. Een Chromebook is een nieuw type laptop waarmee je je taken nog sneller en eenvoudiger uit kan voeren. Doordat het besturingssysteem erg licht is, heb je geen zware specificaties nodig om goed te kunnen werken. Een Chromebook is en blijft snel. Je klapt hem open en je kan meteen beginnen. Ja, dat kan. Er zijn via Chrome OS veel apps beschikbaar die je ook offline kan gebruiken. Heb je bijvoorbeeld offline een mail getypt, dan wordt deze verzonden zodra je thuis of op werk verbonden bent met internet. Ja, op alle Chromebooks kun je de meeste Microsoft Office bestanden openen en bewerken. Op Chromebooks die Android apps ondersteunen, is Microsoft Office beschikbaar als Android app. Zo kun je dus zeer eenvoudig aan de slag met al je documenten. Niet via een USB-printer, maar je kan je Chromebook eenvoudig koppelen met een printer via het netwerk. Nee, het is niet mogelijk om Windows te installeren op een Chromebook. Een Chromebook is van zichzelf al heel veilig. Dankzij de ingebouwde bescherming heb je geen andere software nodig. Een Chromebook is erg handig voor school. Door het lichte ontwerp is hij eenvoudig mee te nemen en dankzij Google Drive kan je eenvoudig samenwerken met je medestudenten. Let wel op, heb je voor je opleiding zware software nodig, zoals Photoshop, dan is een Chromebook niet geschikt. Op Chrome OS. Dit is een uitgebreide versie van de Google Chrome browser. Dit betekent dat je voornamelijk afhankelijk bent van een internetverbinding. En omdat het systeem draait op internet, ben je vrijwel niet meer afhankelijk van een intern geheugen of een processor. Het resultaat: een supersnelle laptop en een lange accuduur. Op onze website bieden wij een groot aantal Chromebooks aan van de merken Acer, Asus, HP en Lenovo. Je kan je bestanden opslaan op de Chromebook zelf en in de cloud. Bij aanschaf van een Chromebook krijg je gratis 100 GB in opslag van Google Drive.